In deze droge periode zijn er maar liefst 10 grasbranden overgeslagen op woonhuizen, waardoor nu even zoveel gezinnen dakloos zijn. In Paramaribo Noord spreekt brandweervoorlichter Alton Pinas van een ramp. Nog steeds heeft de omgeving enorme last van de rookontwikkeling door gras- en vuilbranden. Gisteravond en vanmorgen hadden bewoners in verschillende buurten binnen Paramaribo weer last van rookontwikkelingen. In elk geval wil de samenleving een beroep op de samenleving doen om zich niet schuldig te maken aan het verbranden van vuil. Als we kijken naar het noorden, daar is het nog een ramp. De mensen hebben ontzettend veel problemen met rook en rookontwikkeling. Het is 3 dagen terug dat wij Paramaribo achter de rug hebben. Dat was ook zo'n ramp voor ons. We hebben alle zeilen bijgezet en het is al voorbij. En als we de statistieken nagaan, dan is tot en met gisteren is het de 10e grasbrand die over is geslagen naar een woningbrand. Dus het zijn totaal 10 woningen die door middel van een grasbrand zijn, gras- of vuilnisbrand, zijn afgebrand. Elke brand is er 1 te veel. Pinas geeft toe dat het een cliché-stelling is, maar zal er als voorlichter op blijven hameren. Via de dronebeelden van ons hebben we het kunnen lokaliseren. Ik kan u zeggen, diep in het bos, het praat over grote hectare, aantal hectare. Diep in het bos heb je dan dat er daar brand is. En het is moeilijk voor de brandweer begaanbaar om dus die brand daar te blussen. Maar de mensen hebben dagelijks, vooral in de avonduren, last van een grote rookontwikkeling. We hebben ons zelfs ter plekke begeven. En ik kan u zeggen, het is 5 minuten kan je voorbij rijden in de auto of je krijgt een barstende koppijn. Daar staan de mensen die daar wonen. Wat kunnen zulke mensen doen in een geval van dus die rookontwikkeling? Wat kan je dus als burger doen om jezelf te beschermen? Het enige wat je zou kunnen doen is om een andere plek te zoeken voor de dag. Om te gaan overnachten, maar om daar te blijven is niet raadzaam omdat die rook een zeer giftige gas inheeft. En dat noemt men koolmonoxide. Koolmonoxide gaat 300 maal sneller in het bloed dan zuurstof. Dus het enige wat je zou kunnen doen is vluchten voor je eigen veiligheid, eigen gezondheid. De brandweervoorlichter noemt het een kwalijke zaak dat gezinnen nu buiten hun schuld om dakloos zijn geworden.